Een schrijver krijgt heel vaak de vraag, ja, wat is er uit je boek echt en wat niet? Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie. En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schrijfpraat. Hoi. En vandaag hebben we weer een vraag van een luisteraar. Van Koen, en die had gevraagd aan ons, hoe zit het eigenlijk als je een historisch verhaal schrijft, hoeveel vrijheid heb je dan als het gaat om waar gebeurde feiten? En ik dacht, dat is eigenlijk wel een hele leuke om gewoon in de podcast te bespreken. Dus dat gaan we doen vandaag. Maar ja. Ik wil eerst nog heel eventjes weer een aantal mensen bedanken, want we hebben weer hele mooie donaties gekregen via Petje Af voor Schrijfpraat van Emmy en Vera. En dus het is grappig, want het is mijn naamgenoot, maar dan net anders geschreven. Vind ik altijd leuk. En, ja. En het leuke is dat er ook weer wat abonnees bij zijn gekomen. Want ik weet niet of jullie dat weten, maar je kan dus een eenmalige donatie doen op Petje Af. Dan kan je zelf het bedrag bepalen. Of je kan abonnee worden en dan betaal je een bepaald bedrag per maand. Dat kan al vanaf 3 euro. Of per jaar, dat mag je zelf weten. En dan staat er ook wel iets tegenover als je abonnee wordt. Kim en ik hebben hele leuke plannen om allemaal exclusieve afleveringen van Schrijfpraat op te nemen. En die zijn alleen voor de abonnees. Dus alle mensen die nu al abonnee zijn, er komt wat aan. En voor iedereen die dat nog niet is, maar wel heel graag die exclusieve podcast wil luisteren, ja, dan weet je wat je te doen staat. Oké, dat was het reclamepraatje voor vandaag. Dan nu weer naar de inhoud. Kim, hoe denk jij erover? Wat mag je doen met historische feiten in je boek? Allereerst, ik ben best wel verkouden, dus ik weet niet of jullie dat horen, maar als ik heb ook een hoofd vol watten, dus als ik opeens een beetje onzin aan het praten ben, Emmy, wijs me erop, want ik ben niet helemaal helder. Dus ik moest ook naar je reclamepraatje, dacht ik, waar ging het ook weer over hebben, maar gelukkig herhaalde je het toch een keer. Dus de feiten in historische verhalen. Ja. En ik herinner me ook dat je zei, waar gebeurde feiten? Toen dacht ik, ja, maar dat, klinkt er dubbel op. Verzonnen feiten, nou ja, op zich, in fictie. Meteen een antwoord te geven op je vraag. In fictie kan eigenlijk alles, vind ik. Ja. Ja. Dat was de aflevering. Oké, nou, bedankt voor het luisteren. Er zijn verschillende vormen. Je hebt natuurlijk, kijk, iets als fantasy, het woord zegt het al, daar is alles gefantaseerd. En daar kun je ook de feiten, tussen aanhalingstekens, over gebeurtenissen uit het verleden, die kun je verzinnen. En dan heb je een andere uiterste, is inderdaad een historisch roman. En dan bijvoorbeeld een autobiografie of een biografie. Want meestal als het historisch is, dan schrijf je het niet over jezelf. Maar stel je schrijft een biografie van een persoon die uit de geschiedenis die echt bestaan heeft. Ik denk dat dat de twee uiterste vormen zijn binnen dit discussiepunt. Ja. En om met die laatste te beginnen, als je een soort reconstructie maakt van iemands leven, dan mag je zo min mogelijk verzinnen natuurlijk. Dan mag je eigenlijk helemaal niks verzinnen. Nee. Maar het lastige daaraan is dat, hier hebben we het wel vaker over gehad, het kan ook niet helemaal neutraal. Het kan niet helemaal objectief wat je opschrijft. Want als jij iemands leven navertelt, dan ga je natuurlijk zoeken in archieven en je interviewt misschien mensen en je pluist alles uit. Maar alsnog
wat jij als schrijver kiest om in dat boek te zetten, dat is nog steeds subjectief eigenlijk. En je kunt ook dingen er niet in zetten, omdat jij ze bijvoorbeeld niet belangrijk vindt. Maar dat vindt iemand anders misschien wel. Ja, en ik denk ook, als je een roman schrijft, schrijf je ook dialogen. En dan schrijf je ook wat er in iemand omgaat. En dat weet je natuurlijk niet. Dat kun je niet weten, want je was er niet bij vaak. Dus dat moet je wel verzinnen. En dan, mijn motto is altijd, het moet kloppen of het moet kunnen kloppen. Dus als je het niet kunt weten of het echt zo is gegaan, dan moet je het zo schrijven dat het zo had kunnen gaan, denk ik. Als je dat namelijk niet doet, als je de dialogen eruit laat, en omdat je bang bent dat het anders niet klopt, dan krijg je een geschiedenisboek. En dan kom ik terug op jouw... ik hou niet van huiswerk uitspraak, maar dan wordt het huiswerk. Of dan wordt het, dan wordt het droog en dan kun je het geen roman meer noemen. Dus je zult in wat je ook schrijft, zelfs als het een biografie is, zul je dingen moeten verzinnen, omdat je anders geen boek kunt schrijven, geen roman kunt schrijven. Ja, en wat wel altijd belangrijk is, zelfs als elk zinnetje over de werkelijkheid verzonnen is, is dat het consistent is. Dus dat stel je laat, de wereld is door een vulkaanuitbarsting, is er een deel van de wereld weggespoeld en in hoofdstuk 1 gebeurt dat 100 jaar geleden en in hoofdstuk 3 gebeurt dat 300 jaar geleden. Ja, dat klopt gewoon niet. Dus ook al is het verzonnen, het moet wel kloppen. Ik hoop dat duidelijk is wat ik daarmee bedoel. Dus, want sommige mensen zeggen van maar het klopt toch niet, want het is toch niet waar. Nee, maar het moet met elkaar kloppen. Het moet een soort samenhang hebben die binnen deze wereld wel klopt. Ja, klopt. en ik denk ook, want het is sowieso... Kijk, als je iets schrijft over een situatie of een periode of een persoon die niemand eigenlijk kent, wat natuurlijk ook wel eens gebeurt. Hè? Ik heb best wel veel romans gelezen over personen die hebben bestaan, maar waar ik nog nooit van had gehoord. Je loopt altijd het risico dat mensen zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Of dat klopt toch helemaal niet? Of in die tijd deden ze dat toch helemaal niet? En soms is daarin de werkelijkheid ook ongeloofwaardiger dan wat je kunt verzinnen, zeg maar, hè? Ja. Ik las laatst ook in de fantastische Facebookgroep schrijvers die feedback willen. Iemand die een post had gemaakt, want die had feedback gekregen op haar boek. Dat het eigenlijk niet kon, dat dat nooit in die situatie gezegd zou kunnen zijn. En dat zij zegt, maar het is gewoon echt gebeurd. En dat mensen dan toch twijfelen aan of het wel kan. En dat hou je denk ik toch. Ja, want tegelijkertijd als je alleen maar vertelt wat iedereen al weet, dan heb je ook niet echt een verhaal. Dus je wilt tegelijkertijd ook een soort van nieuwtjes brengen, of die situatie nou daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of niet. Je wilt iets vertellen wat de lezer nog niet als verhaal in zijn hoofd kent. Dus wel gek. Want dat is altijd gecheckt en dat was wel waar, maar iedereen zei dat is niet waar. Zo'n discussie werd het. Het was volgens mij ook een beetje autobiografisch, dus zij had dat gewoon zelf meegemaakt. Ja. En iemand zei, maar in die setting zou dat nooit gezegd kunnen zijn. Nou ja, weet je, dat kan natuurlijk. En je hebt altijd mensen die heel erg gaan zoeken naar dingen die misschien niet kloppen. Of ik heb zelf bijvoorbeeld, in mijn boeken komt een bekend personage voor. Ik ga dat niet vertellen wie dat is, want dan verklap ik van alles. Maar die gaat op wereldreis. Eind 19e eeuw. En toen was een van mijn proeflezers die zei, maar mensen gingen toen toch nog niet op wereldreis. En toen dacht ik, jawel, maar misschien heb ik het dan gewoon niet helemaal goed omschreven. En is niet duidelijk op met wat voor intentie zij die reis maakte. Dus het klopte wel. Alleen ik heb het uiteindelijk wel een beetje anders opgeschreven, omdat ik dacht, het is niet handig als iedereen denkt, maar toen gingen ze toch nog niet op wereldreis. Nee, en dat zou je, dus als je boek voor een groot deel fictie is, dat zou je dan een beetje kunnen afdekken door de personages ook te laten zeggen van, maar waarom ga jij op reis? Want je moet thuis de was doen, of wat de reden ook is. Dus dat de personages zelf dat ook een soort van met een kleine omweg benoemen. Van maar dit is niet wat wij in deze tijd doen. Maar dan dus natuurlijk niet letterlijk die woorden. Nee, nee, nee.
Maar wel iets waaruit blijkt in jouw verhaal dat het opmerkelijk is wat er gebeurt. Ja. Dus dat, ja, dat zou je ze op die manier kunnen oplossen. Ja, precies. Maar ik denk ook wel dat je heel veel vrijheid hebt, hoor. En zelfs, ik heb ook met diezelfde persoon, die woont een bepaalde periode in een bepaalde straat hier in Groningen. Alleen net niet in de periode die mij uitkwam. Dus ja, dat heb ik gewoon een beetje opgeschoven. Zo zitten er een aantal dingen in die net niet precies kloppen, maar wel grotendeels. En ja, ik denk ook dat je dat zeker in zo'n verhaal ook heel goed met een voorwoord of een nawoord bijvoorbeeld nog kan uitleggen van, hè, het zitten historische feiten in, maar het is fictie, dus ik heb ook fictief gebruik gemaakt van de feiten. Of zo, ja, zo zeg je dat niet, maar nou ja, dat je daar wel wat creatieve vrijheid in hebt ook. Ja, dat zou inderdaad mijn belangrijkste tip zijn. Dat je, als het ook maar een beetje berust op iets wat werkelijk is. Dus ook, dat is ook gewoon bij het verhaal wat nu speelt. Dus het hoeft niet eens per se een historisch roman te zijn. Maar als bijvoorbeeld een personage in zit dat gebaseerd is op jouw juffrouw van vroeger. Of stel je hebt een boek geschreven over een proces waarbij iemand het ziekenhuis in moet en je omschrijft een bepaalde arts. Maar ook inderdaad historische dingen. Het kan nooit kwaad om voorin je boek op te nemen dat een zinnetje wat dit afdekt. En ja, je kunt dat op verschillende manieren verwoorden. Maar en ik weet ook niet de letterlijke. Het varieert een beetje. Maar het komt neer op overeenkomsten met werkelijke personen of situaties. Ja. Berusten op puur toeval. Zo'n soort zin. Ja. Dan dek je eigenlijk alles af. Kijk, we leven niet in Amerika. In Amerika moet je zoiets in je boek zetten. Want anders word je gesuwd. Weet je, dan gaan ze je aanklagen voor smaad en allerlei andere dingen. En in Nederland zijn we daar net iets te nuchter voor. Maar het kan gewoon altijd gebeuren. Ook al is dat totaal niet je bedoeling. Dat iemand zich aangesproken voelt door jouw boek. Zichzelf erin herkent. Of vindt dat jij de feiten niet naar werkelijkheid in je boek hebt gezet. Mm. En dat zinnetje dekt dat allemaal af. En dat geeft eigenlijk gewoon aan. Ja, het lijkt misschien op die situatie. Of op die persoon. Maar ik heb zelf een draai aangegeven. Dus het is puur toeval. En dat kan geen kwaad. Om dat in op te nemen. Nee, en dat is natuurlijk lastig met historische personages. Omdat, zeker als ze wat bekender zijn, dan weten veel mensen al van alles ervan. Dan berust het niet meer echt op toeval. Ik heb bewust gekozen om dit personage in mijn boek te stoppen. Omdat ik vond dat zij daar een belangrijke rol in kon spelen. Dus ik ga in het nawoord juist een aantal dingen uitleggen. Ja, dat kan ook. Want je wil ook weer niet te veel weggeven, denk ik, voorin. Nee. Want ik heb een keer een boek. Ik probeer al sinds we nu aan het kletsen zijn op de titel te komen. Maar ik zal het straks nog even opzoeken. Dat was een boek van een Nederlandse schrijver. En dat ging over, als ik het me goed herinner, Mathilda. Dus de vriendin van zo'n Nederlandse kunstenaar. Misschien moet Ik heb er een podcast over geluisterd. Ja, dat was een tijdje terug, kwam dat boek uit en toen had iedereen het erover. Maar wat daar zo opvallend aan was, is het ging dus over een bestaand figuur en over haar overlijden en over hun relatie, geloof ik ook. Maar deze schrijver had voorin een lijst opgenomen met lijst 1. Dit zijn daadwerkelijke figuren, deze hebben echt bestaan. En lijst 2, deze personages heb ik allemaal verzonnen. Nou, en dat was voor mij zo'n soort van afknapper dat ik dacht, maar ik wil, kijk, ik kan best genieten van een verhaal waarin een bestaand persoon voorkomt, maar de rest eromheen is fictie. En dat denk je dus niet. Maar dat ik van tevoren al weet, oké, als Jan op het toneel verschijnt, ja, dan is het dus gewoon allemaal verzonnen. Maar als Piet op het toneel verschijnt, dan is het allemaal echt. Ja, subjectief echt, maar goed. Ja. Op feiten. Ja, ik vond dat echt. Toen had ik eigenlijk geen zin meer om dat boek te lezen. Nee, maar, en dat is ook lastig, want die personages zijn dan misschien feit of fictie. Maar als een feitelijk persoon een dialoog heeft met een fictief persoon, dan is de dialoog ook al meteen fictief. Want dat kan niet anders. Dus dan heb je wel zo'n lijst, maar het maakt een heleboel fictief. Veel meer dan het aantal personages die fictief zijn. Ja, en ik zeg ook altijd dat een goede schrijver, een schrijver krijgt heel vaak de vraag, ja, wat is er uit je boek echt en wat niet? Ja. En ik, de meeste schrijvers die ik bewonderen, die zeggen dan iets in de trant van, ja, maakt dat uit?
Het is gewoon een goed verhaal. En als je van tevoren al gaat zeggen, nou, dat ik hier in de supermarkt broccoli kocht, dat heb ik verzonnen. Maar daarna ga ik naar de buurvrouw voor een kopje thee, dat is niet verzonnen. Ja, dat ontneemt mij alle plezier in het lezen, omdat ik gewoon meegenomen wil worden in het verhaal en niet bewust wil zijn van, oh, maar dit is echt en dit niet. Dus ik weet niet. Jij weet ook niet de titel van het boek, hè? Nee, ik ken het boek ook niet. Ik heb een podcast over die persoon geluisterd. Maar ik weet ook niet welk boek dat is. Maar ik denk ook dat schrijvers vooral, tenminste waar die vraag ook vandaan komt, en wat ik ook wel herken bij mezelf, is dat je bang bent dat je recensies krijgt waarin mensen zeggen, ja, nou, en die persoon komt erin voor, maar er klopt helemaal niks van. En ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. En aan de andere kant denk ik, ja, misschien had je dit boek dan niet moeten lezen, want het is fictie en dat is heel duidelijk. En ja, dat daar personages in voorkomen, er komen wel meer personages in voor die echt bestaan hebben. Die zijn niet allemaal even bekend. Het ding daarmee is een beetje, azijnzeikers zijn er altijd. Ja, wat je ook schrijft, er zullen altijd wel mensen zijn die zeggen, ik vond het niks. Punt. Nee. En dan weet je niet eens waarom. Of ze zeggen, ik vond het niks. En dan komen ze met een verhaal waarvan je het liefst dan zou willen zeggen, Ja, maar heb je dan niet precies in hoofdstuk 3 gelezen dat je het zou willen verdedigen? En bereid je daar ook gewoon op voor als schrijver, dat er zullen altijd mensen zijn die het stom vinden of het er niet mee eens zijn. En als je dus historische roman schrijft of een roman die gebaseerd is op de werkelijkheid, dan heb je mensen die daar een soort van kick van krijgen om dan de foutjes erin te vinden. Maar goed, dat geldt dus ook voor fictie of iets wat puur fictie is zoals fantasy. Daarin zullen ook de inconsistenties, zul je ook die mensen overhoren van, net had hij nog een blauw truitje aan en nu heeft hij een paars truitje aan. En dat is niet te vermijden. Er zullen altijd mensen ontevreden zijn. En dat is moeilijk, maar dat hoort er ook bij. Maar daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Op een bepaald moment moet je als schrijver ook gewoon stoppen met zoeken zelf naar die foutjes. Of nog weer verbeteren of nog weer veranderen. Op een bepaald moment is het gewoon, dan is het klaar. En ik heb wel bij de laatste herschrijfronde van Janne bijvoorbeeld nog weer dingen veranderd, omdat ik ze voor mezelf de hele tijd kon verantwoorden en ineens niet meer. Janne is nogal een zelfverzekerd en vrijgevochten type en die heeft er nogal moeite mee dat haar man ineens alles voor haar moet bepalen als ze zou gaan trouwen. Maar de regels waren wel gewoon zo. Het was wel gewoon zo in die tijd. Dus dan kan ik niet Janne ineens allemaal dingen zelf laten doen die ze in die tijd helemaal niet zelf mocht doen. Nee, zolang je dat, je moet een soort van regels voor jezelf opstellen in hoeverre je vrijheid van fantasie mag bestaan. Ja. Wat wel nog een andere goede tip is, denk ik, is maak een tijdlijn. En dan bedoel ik ook echt letterlijk hoe ik het heb gedaan in ieder geval. Je hebt daar echt prachtige programma's voor op je computer. Maar ik heb echt 5 A4'tjes in hun lengte, dus het brede gedeelte, aan elkaar geplakt. En die op mijn muur hangen. Je vertelt nu precies wat hier bij mij aan de muur hangt, hè? En dan dus ook, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik had iets van 6 of 7 tijdlijnen. Dus per personage. En zelfs eentje voor het weer. En zelfs eentje voor een gebouw op het eiland. En dat zal ik even uitleggen. Een van de hoofdpersonen is een oudere dame. Dus, ergens in, wanneer werd ze geboren, 1950. Daar begint de tijdlijn. En dan heb ik zo, bij belangrijke gebeurtenissen, heb ik iets bij haar naam erop geschreven. En op een gegeven moment wordt een andere hoofdpersoon geboren in de jaren 80. En die komt er dan dus bij. Maar het verhaal vindt plaats op een eiland en het duurt iets van 3 weken in totaal, met dus terugblikken. Maar binnen die 3 weken hangt er best wel veel van het weer af, want er breekt een storm uit, waardoor mensen het eiland niet op of af kunnen. En die storm duurt, ik denk, iets van 10 dagen. En ik betrapte mezelf erop dat ik ergens in een hoofdstuk, is het opeens, de zon schijnt en hij loopt lekker buiten. En toen zag ik later, maar daarnaast blijkt het nog storm. Dus dat klopt niet. De storm heeft een soort karakter gekregen. Een eigen tijdlijn, ja. Ja, die heb ik ook ondergezet. Van hier klein briesje, hier waaien de bomen om. Hier.
En dat heb ik ook gedaan met het schoolgebouw op het eiland. Oh ja. Want in de jaren 50 is het een gebouw van aanzien, mooi, statig. In de jaren 70 gebeurt er iets mee, waardoor het een beetje vervalt. Dan wordt het weer opgeknapt en op een gegeven moment gebeurt er iets heftigs mee. En dat, ja. Ja, je moet dat wel allemaal opschrijven, omdat je die details zelf vergeet. Dus ja. Zeker met historische romans, schrijven op wanneer de elektriciteit werd uitgevonden. Zodat je het niet allemaal hoeft te onthouden. Die details. Ja. Of steeds weer op moet zoeken. Ja. Want dat had ik in het begin heel erg. Dan dacht ik, dan ging ik het herschrijven. Dan dacht ik, klopt dit eigenlijk wel? Dan ging ik het weer opnieuw opzoeken. Terwijl ik dat natuurlijk al lang had gedaan. En het dus wel klopte. Maar, en dat kost heel veel tijd. Ja. Ja. En ik heb ook heel veel bijpersonages. Heb ik wel gewoon ook een geboortedatum gegeven. Omdat ik wel gedurende het verhaal steeds wilde weten van hoe oud is hij of zij nu. En klopt dit dan nog wel? Ja. Ja, dat heb ik dus ook. Ja. En dan bijvoorbeeld op een gegeven moment, een van de personages, die krijgt een kind. En dan moet ik wel even checken van, oké, maar wanneer zijn ze geboren? En hebben ze dan wel de juiste leeftijd om een kind te kunnen krijgen? Dat soort dingen. Ja, maar dat hoeft niet. Doe jezelf een lol en dwing jezelf niet om het allemaal te onthouden. Want dat is gewoon bijna onmogelijk. Nou ja, en helemaal, ik schrijf natuurlijk een trilogie, dus voor boek 2 en 3 heb ik al die gegevens eigenlijk, maar een groot deel van die gegevens ook gewoon weer nodig. Ja. Omdat dat lijnen zijn die gewoon door 3 boeken lopen. Dus anders word je gek. Ja, nee, klopt. En het is niet per se heel mooi om aan je muur te hangen. Maar ik zou zeker tijdens de eerste versie van mijn boek kijk ik er regelmatig op. Dus het is functioneel vooral. Ja, het is heel functioneel. En ik vind het ook wel, want ik had het met name met personages gedaan, maar ik vind het wel een mooie tip wat jij zegt. Je kan het ook met het weer doen of met een gebouw of met historische feiten, dat je die daar ook meteen helemaal in verwerkt. Ja, of in ieder geval misschien niet alles, niet het pad voor het huis dat verder geen nergens invloed op heeft. Nee. Maar bij mij heeft het weer ook daadwerkelijk invloed op het verhaal. En dat schoolgebouw, dat is eigenlijk ook een beetje symbolisch voor hoe de sfeer op dat moment is. Ja. En dat past daar steeds bij. En dat is natuurlijk, dat heb ik zelf verzonnen, want zoiets gebeurt in het echt niet. Maar dat is een detail wat ik wel belangrijk vond, omdat de schoolgebouw, de staat van dat gebouw, is ook een beetje de sfeer. En dat, dat kun je zeker ook in je tijdlijn zetten, ja. Ja. Ik heb wel het idee dat we een beetje afdwalen van het onderwerp, hoewel het er wel heel erg aan gelinkt is. Nou ja, zorgen dat je feiten kloppen, dat kan door middel van de tijdlijn. En voor Koen, die fantastisch schrijft, maar daar zelf soms een beetje onzeker over is. Ik heb zijn werk ook gezien. Probeer het los te laten en dek jezelf in met dat zinnetje aan het begin van je boek. Want dan kan er eigenlijk weinig misgaan. Maar let wel op consistenties ook. Nou daar gaat het vooral om. Het gaat er niet zozeer om of je nou de feiten juist gebruikt zoals ze gegaan zijn. Maar zorg dat het klopt in je verhaal. En zorg dat het kan kloppen in de tijd waarin je schrijft. Precies. Ja. Nou, mooi. Nou. Vind ik het mooi om mee af te sluiten. Ja, ik ook. Dan doen we dat. Dan bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Yes, tot volgende week. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @kim_linsen_auteur en @emmydevries.